als je me naait, om het zo te zeggen. Ja. En dan is het gewoon klaar. Na het eerste kwartaal van 2009, toen kwam echt een man met de hamer en die zei echt kaboom. Toen ging ze huilen, toen zei ze, daar zit ik zeker ook bij. Als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan. Dan ben ik wel echt een vechter, ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar onderneming nu staat. Ik maak deze serie samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij 7DTV. En bij mij te gast, Danielle Kleijheek van iFortellen. Danielle, van harte welkom. Welkom, dankjewel. Leuk je weer eens te spreken, want dat is volgens mij, we hebben elkaar ooit gesproken, ja. Maar dat is alweer heel lang geleden. Hè? Ja, dat is zeker lang geleden. Ik zou niet eens weten hoe lang, maar dat is denk ik zomaar 10 jaar geleden. Minstens. Ja, minstens. Je bent niks veranderd. Oh, gelukkig. Ja. Leuk dat je er bent. 3 sleutelmomenten. Ja? Ze zijn kort en bondig aangeleverd, dus ik mis elke context. Maar goed, dat maakt mij echt super nieuwsgierig naar de 3 sleutelmomenten. Maar voordat we naar het eerste sleutelmoment toe gaan, iFortellen, kun je het kort vertellen? Ik weet wat het is, maar de kijkers misschien nog niet. Nee, wat doen jullie? We zijn een detacheringsbureau en we zijn gestart binnen met financiële professionals. En ondertussen hebben we dat uitgebreid naar financieel, data en IT. Dus dat is natuurlijk een beetje de toekomst. Financieel werd wat minder, of dat verandert. Digitaliseert, automatiseert enzovoort. Robotiseert zelfs. Ja. Dus wij hebben toen gezegd van we moeten mee met de markt. We blijven wel binnen ons kader, zeg maar. Dus we gaan niet ineens secretaresses doen of HR, maar gewoon echt puur op de primaire processen. Dus vandaar dat we dus nu finance, data en IT doen. Hoe kom jij aan jouw talenten? We bestaan gelukkig al 17 jaar. Ja. Dus als je praat over finance, dan hebben we echt wel een grote database en een groot netwerk. Dus dat scheelt heel erg. Op data en IT hebben we dat iets minder. Alleen doordat we dit vak al 17 jaar doen. En we in principe altijd mensen zoeken die we zelf aannemen. En dan vervolgens detacheren bij ons klant. Ja. Doen wij dagelijks niks anders dan die mensen zoeken. En dat wil niet zeggen dat het dan makkelijker maakt. Alleen als het je vak dagelijks is, dan ben je er beter in dan degene die natuurlijk dat erbij doet, zeg maar. Ja, ja, snap dus, ik. En ik zeg niet dat het makkelijk is nu. Nee. Maar we bestaan al 17 jaar. Ondertussen zijn we wel een merk. En de leukste detacheerder van Nederland. Dat weten veel mensen ook wel. Dus dan maakt het ook wel een stuk makkelijker om mensen naar je toe te trekken. Je hebt je naam gevestigd. Of tenminste, je hebt een goede naam neergezet. Wel, ja. Ja, ja. En al wat stormen doorstaan. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, uitgebreid. Zeker. Laten we met de eerste beginnen. En die heeft weinig met werken te maken. Ja. Maar je hebt als eerste sleutelmoment gescheiden ouders aangeleverd. Nou, kunnen elkaar de hand schudden. Ja, okay. Maar waarom was het voor jou een sleutelmoment? Nou, kijk, op dat moment dat gebeurt, is dat natuurlijk niet een sleutelmoment. Alleen je denkt er achteraf over na. En dat is niet dat ik daar nu over nadacht. Maar daar denk je natuurlijk wel vaker over na. Dat je denkt van, hé, wat heeft dat met mij gedaan? Of waarom doe ik de dingen die ik doe, zeg maar? Ja. En dan kom je er toch wel achter dat je denkt van, hey, door het feit dat je ouders gescheiden zijn en ik ben tot een bepaalde periode ben ik ook enig kind geweest, dan maak je dat van best wel van dichtbij mee, zeg maar. Mm-hmm. En dus niet dat dat traumatisch is, helemaal niet, want ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Alleen dat heeft er wel toe bijgedragen dat ik altijd heb gezegd van, ik wil heel graag onafhankelijk zijn en met name financieel onafhankelijk. Dus ik wil voor mezelf kunnen zorgen en ik wil nooit in een situatie terechtkomen waarin je van elkaar afhankelijk bent. En niet alleen bij je eigen ouders, maar ook wel bij mensen om je heen zie je toch gebeuren dat dan de vrouw degene is die vaak de dupe is. De dupe is of in ieder geval die dan voor zichzelf moet gaan zorgen ineens. Omdat ze thuis zijn geweest voor de kinderen of wat dan ook. Want dat gebeurde bij jouw moeder ook? Dat was bij mij natuurlijk ook zo. Want je vader werkte, was een soort klassieke... Ja, de klassieke rolverdeling, zeg maar eigenlijk. Ja, en daar is niks mis mee. Alleen als het dan natuurlijk iets gebeurt, dan is natuurlijk toch over het algemeen de vrouw degene die dan achterblijft of in ieder geval weer iets moet opbouwen of wat dan ook. En hoe oud was jij? Toen zij officieel echt gingen scheiden, was ik denk ik 11. Dus op zich dan zeg ik, weet je, ik heb daar in die zin niet iets van meegemaakt, maar ik heb daardoor wel altijd gezien van toch het meegekregen van dit wil ik niet meemaken. Hoe kijken je ouders daarna dat jij, want ik neem aan dat je hebt je wel eens over gehad of zo misschien? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee, nou eigenlijk niet. Nee, het is ook niet omdat dat ertoe doet of zo. Maar het heeft je wel gevormd in je ambities. Dat denk of ik zo. Wel, ja. Dat denk ik wel. En ik denk het, hè. Ik bedoel, misschien is het helemaal niet zo. Misschien is het iets heel anders, maar weet ik het niet. Maar dat is voor mij altijd wel, ik dacht van ik denk dat dat wel mee heeft geholpen. Dat ik altijd wel heb gezegd van, ik wil voor mezelf zorgen en niet afhankelijk zijn van iemand. Dus de scheiding van ouders kan vormend zijn en kan eigenlijk ook een positief effect hebben op ondernemerschap. Ja. Ja. Ik zeg wel eens in moeilijke situaties, dat zeg ik niet alleen tegen mezelf, maar ook tegen anderen. De ene gaat vechten en de ander gaat vluchten. Dat is altijd een beetje wat ik... Of freezen kun je ook nog geloven. Ja, freezen inderdaad. Ja. Wat doe jij? Ja, vechten. Mm-hmm. Ja, en dat zit ook wel echt
Race je nog? Ja, zeker. Dat is ook vechten hoor. Ja, hè? Ja. Ja, morgen moet ik toevallig. Morgen en overmorgen ben ik weer... Want op wat voor niveau race jij, zeg maar? Hobbymatig. Maar wel gewoon, kijk, als je ergens dat doet, moet je er ook wel voor gaan. Dus wij hebben vorig jaar een damesteam opgezet. Het heet Driven by Ambition. Met Christine Leduc, dame. Ja, met ook de dame van Christine Leduc. Ja, klopt. En met z'n viertjes hebben we gezegd van ja, we willen echt toch wel gedreven door ambitie. En willen we toch wel ertoe doen, zeg maar. En ook wel voor de dames, zeg maar, of voor jonge meisjes die gewoon ergens aan beginnen. Ja. En niet zozeer op racegebied of wat dan ook. Maar gewoon van als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan. Mijn race natuurlijk ook nog steeds best wel een mannensport. Alleen wij vinden het heel leuk. En we willen er gewoon wel dat ook echt wel iets neerzetten. En bewijzen van, nou zie je, wij kunnen het ook. En dat doen we ook wel. Want je wint ook dingen, hè? En vorig jaar hebben we de 8 uur van Zandvoort gewonnen, ja. En dat zijn niet alleen vrouwen die winnen. Wij zijn het enige vrouwenteam. Verder doen er geen vrouwen mee. Dus en wij zijn het... En aanstaande zaterdag is dus weer de 8 uur van Zandvoort. Waar we dus... Waar je vorig jaar gewonnen hebt. Ja. Dus je bent de favoriet. Ja, en even, wat voor auto rij je dan in? Een BMW 240i. Gaat dat hard? Dat gaat best wel hard. Maar die is getuned en zo allemaal. Ja, dat is allemaal wel... maar dat is een... Ik ben gewend om een beetje wat oudere auto's te racen. Waar je echt moet schakelen en moet werken. Ja, en niet geholpen door van alles. Nee. En ik vind dit altijd een beetje een soort computerspelletje ook wel. Je moet nog steeds rijden zelf, hè. Je moet nog steeds wel alleen doordat je met flippers en het is allemaal veel computergestuurder dan de oldschool. Kun je niet alles uitzetten, dan is lekker gewoon driften. Ja, dat kan zeker wel. Alleen het blijft nog steeds wel, ja, het is gewoon een hele moderne auto. Tweede sleutelmoment. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Genaaid worden door. Puntje, puntje, puntje. Goed, hè? Ja. Goed, hè? Ja. Vertel. Ten voeten uit ben ik dit. je begint, weet je, je bent ondernemer en... Je onderneemt dingen, dus je gaat er gewoon voor. En natuurlijk zet je dingen op papier. En natuurlijk maar soms moet je ook gewoon dingen doen. Mm-hmm. Want anders dan, als je alleen maar wereldweg ziet, dan ga je het nooit doen. En ik denk dat ik daarin altijd wel redelijk goed van vertrouwen ben ook wel. En ik vind het ook heel erg leuk om dingen samen te doen met anderen. Mm-hmm. Dus ik heb wel bewust voor gekozen om het alleen te starten. Omdat ik heel graag het op mijn manier wilde doen. Maar ik heb wel gezegd, ik vind het daarna ook wel leuk om het te delen met iemand. Dus als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen, zeg ik wel eens. En ik vind het ook leuk als je successen kan vieren met iemand. En als je daarnaast ook de lust en lasten kan delen met elkaar. En ik denk dat 1 en 1, 3 moet zijn in dat geval. Dus ik heb daarna heb ik altijd gezegd van nou, ik wil wel graag verder het samen met iemand verder uitbouwen, zeg maar. Dan begin je voor jezelf en dan merk je al redelijk snel dat er veel mensen zijn die graag op jouw bagagedrager willen zitten. En misschien is dat een beetje bescheidenheid. Ik heb wel eens gehoord dat ondernemers ook wel eens bescheiden kunnen zijn. Mm-hmm. Althans, Nederlandse ondernemers heb ik wel eens gehoord. Mm-hmm. Dat je denkt van hey, er zijn toch wel heel veel mensen die me kennen. Uit de branche of uit het werk, zeg maar. En die denken, hey, wacht even, die gaat zichzelf beginnen. Als ik, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel graag. Of daar wil ik van mee profiteren. Daar kom je in het begin, zo kom je daar dan redelijk snel achter. Alleen, dan heb je wel een klik, denk je, oh leuk. Nou, zo zijn er wel een aantal momenten die ik kan beschrijven, zeg maar. Zo, ik was nog niet zo lang gestart. Ik had wel gezegd van, ik wil niet op een zolderkamer beginnen. Ik wil gewoon echt een kantoorpand huren. Ik wil het gewoon inrichten. Ik had 10 bureaus neergezet, 10 computers, 10 telefoons. Alsof het echt was. Ik zat er in mijn eentje, kan ik vertellen. Maar het leek wel net echt. Maar ik had wel een stok achter de deur. Want ik moest daardoor huur betalen. Ik moest inventaris betalen. Ik moest wel. Dus ik had geen keus. En toen ben ik gaan samenwerken met iemand. En dat had op zich een leuke klik mee en alles. En we verdienen nog niet heel veel geld. En ik had alles alleen opgezet, waardoor ook de bank was mijn leverancier. Dus ik kende gelukkig wel alle leveranciers en alle partners. Mm-hmm. Ik was naar een klant toe en ik werd op een gegeven moment gebeld. En ik was vlak ik naar binnen liep. Ik denk, nou, neem toch even de telefoon op. En hij spreekt met de bank. En diegene mag dat doen. Maar het geld wat erop staat, nou, dat was natuurlijk helemaal niet veel nog. Maar dat wil diegene er in één keer afhalen. Ja, ik vond het toch een beetje raar. Dus ik denk, ga je toch even bellen. Hartstikke fijn dat je gebeld wordt. Dat klopte dus niet. Dus die dacht van, nou, ik schrijf het geld gewoon eventjes over naar mijn rekening en ik ben gewoon vertrokken, zeg maar. Maar dat was iemand die ging partneren met jou? Die al met mij samenwerkte, zeg maar. Maar u was geen aandeelhouder in je bedrijf? Ik was nog geen aandeelhouder, maar weet je, ik ben altijd in die zin, ik ben aan de ene kant ben ik heel kritisch, aan de andere kant ben ik wel redelijk goed van vertrouwen, omdat ik heb gewoon geen zin om continu op mijn hoede te zijn, achterom te moeten kijken. Ik wil gewoon lekker mezelf zijn, ik wil gewoon leuk werken, ik wil het naar mijn zin hebben en ik heb geen zin om continu op te moeten letten. Mm-hmm. Dus dat had ik
toen ook niet gedaan. Dus ik was nog geen aandeelhouder, maar had wel gewoon het pasje en die dingen, zeg maar. Want hij regelde ook wel, hij werkte ook wat af en toe thuis en regelde vanaf huis regelde ook wel wat zaken, zeg maar. Dus maar die dacht, nou, als ik dit nou gewoon eraf schrijf. Maar die dacht gewoon, ik roof die bankrekening leeg en dan ben ik weg. Ja, dat denk ik. Ja. Gewoon een boef. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, toch? Dus dat, nou, daar leer je dus vanzelf van. Ja, maar wat leer je daarvan dan? Nou ja, wat leer je daarvan? Dat je misschien in sommige gevallen iets beter... ik probeer altijd wel naar mijn gevoel te luisteren. Mm-hmm. Maar dat je dat doen, toch iets meer moet doen, zeg maar. Want en als niet, jij... niet zozeer dat ik dan zeg van, nou, ik ga dat niet meer doen. Want ik wil gewoon niet zo leven. Nee, je wil gewoon voor die paar procent risico wil je niet je hele leven daarop inrichten. Nee, die paar procent. Dan maar een keer op je bek gaan. Ja, zeg maar. Ja, dat ga ik ook echt niet doen. Maar als jij terugkijkt, was er toen iets aan diegene waarvan je denkt, ja, als ik meer naar mijn gevoel had geluisterd, had ik dit kunnen weten? Nou of? Ja, het was, ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar nu staat er wel iets meer op die bankrekening. Misschien nu staat toen er net iets in het meer, begin. Dus nu zijn de risico's wel groter. Zeker. En zeker. Hoe ga je dan nu, stel dat je nu, weet ik veel, je hebt een office manager nodig. Hè? Die moet even die burelen voor jou goed gaan runnen. Ja. En er komt een gastje binnen en die is helemaal tof en die gaat het allemaal doen. Ga je dan niks inregelen om dit soort dingen te voorkomen? Ja, wel, natuurlijk wel. Daar ga je natuurlijk ook nu wel, je bent ook nu veel meer processen. Dus alles is veel beter geregeld in plaats van dat je in het begin dat je natuurlijk maar wat doet, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dus misschien heb je wel een paar vertrouwensmensen inmiddels ook wel in de organisatie zitten. Ja, zeker. Doe dat sowieso. Ja, die datgene wel leuk vinden wat jij minder leuk vindt. Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst? 125. En dan heb je het over alle talenten ook die je wegzet. Ja, maar die zijn wel gewoon in dienst. Hè? Die zijn echt bij jou in dienst. Ja. Dus als ze geen werk hebben, dan zitten ze dan bij jou op de bank. Dan zitten ze bij ons op de bank, ja, zoals dat heet. Cannoli, dat is een grote organisatie, ja. Daniel. Ja. Dat kost veel salaris per maand. Dat is wel een aardige kostenpost, ja. Ligt je daar loonbelasting ligt, dat is ook wel heel leuk. En heftig, hè? Heftig, ja, ik doe het voor één iemand. Ja, dat vind ik al heftig. Tering, hé. Maar vind je dat, daar raak je aan gewend? Ja, daar groei je mee. Ben jij een organisatie, zij stapje, maar ben jij een organisatie die... Wat zijn jouw strategische plannen met die organisatie als het gaat om stap? Wil jij nog groter groeien? Ben jij een organisatie die misschien wel ooit gekocht gaat worden door een ander? Nou, ik wil sowieso groter groeien. En wij hebben dus nu... zijn echt opgedeeld in units. Dus wij hebben... Nou, finance zijn mee begonnen. Maar we ondertussen hebben young professionals en werkstudenten op het gebied van finance en control en data. Control professionals, data professionals, data science en IT. Dus we hebben 6 aparte units, ze hebben allemaal een eigen manager. Sommigen zijn ook aandeelhouder van die unit, van die BV. Okay. En dat is ook echt wel de ambitie altijd geweest. En dat staat nu ook gewoon echt wel goed, zeg maar. En daar wil ik graag mee verder en wil ik groter maken. En zolang ik daar kansen in zie en zodra ik dingen zie dat die beter kunnen, ja, dan blijf ik het leuk vinden. Maar zodra het een bedrijf wordt wat een bepaalde grootte heeft en dat is beheren, ja, dan ben ik weg. Ja, ja. Dat heb ik ook altijd gezegd. Dat zeg ik, dat wil ik niet. Daar haal ik mijn energie niet uit. Dat vind ik niet leuk. Maar je hebt wel meerdere aandeelhouders in de verschillende... Is dat gewoon een constructie van een holding met BV's daaronder? Ja, en in de groep zelf heb ik ook een aantal aandeelhouders. Dus ik heb ook gewoon een aantal directieleden die ook gewoon aandeelhouder in de groep zijn. Mm-hmm. En dat geeft mij natuurlijk gewoon wat ruimte. En dat geeft ook wel. Dus dat zijn ook wel je vertrouwenspersonen. Ja, ja, precies. En dat moet op een gegeven moment. Die zijn allemaal wel te vertrouwen. Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar ja, ik blijf daarin altijd wel gewoon. Kijk, je neemt wel iets minder risico in die zin. Maar ik heb altijd wel zoiets van. Je kan het één keer bij me verpesten en dan is het ook gewoon klaar. Ja. En ik ga niet op voorhand al dat denken van, oh, maar die gaat misschien wel dat doen. Of dat. Dat doe ik gewoon niet. Ik denk, doe maar. En als je minder maling neemt, als je me naait, om het zo te zeggen, dan is het gewoon klaar. Ja, en dat doe je dan één keer veel plezier. Ja, doe je één keer veel plezier. Ja, weet je, dat. En dan stap ik overheen en lig ik ook niet wakker van, stap ik overheen en dan weer verder. Helder standpunt. Het laatste. Jij bent echt goed in je bewoordingen qua uitvoerige briefing, zeg maar voor mij. De crisis. Sleutelmoment 3. Ik wil een beetje gewoon een beetje triggeren. Ja, heel goed. Welke crisis? De kredietcrisis van 2008 tot 10, zeg maar zo'n beetje. Wat gebeurde er toen? Wij zijn 2005 gestart. Het ging heel voortvarend. We hadden binnen no time veel mensen aan het werk. En niet zo gedegen als nu. We hadden toen ook wel 110 man aan het werk. Alleen iets meer, iets minder op in vaste dienst, zeg maar. Iets minder professioneel, om het zo te zeggen. Ja. Hoop klanten allemaal aan het werk en het ging goed en we bestonden 3 jaar en ik won heel veel ondernemersprijzen en het ging allemaal hartstikke goed. Nou, je hoorde natuurlijk wel wat van een crisis, maar je denkt, ja, dat overkomt mij niet. Hetzelfde verhaal, je moet blijven nadenken, maar denk, ja, ik kan beter op de weg zien, maar ja, dat gaat zo goed, kan toch helemaal niet. Nou, toen kregen we 2008 begon dat en we hadden eigenlijk nergens last van. Na het eerste kwartaal 2009, we hadden kantoor Den Haag, daar ben ik gestart. We hadden kantoor Amsterdam hadden we geopend en kantoor Utrecht waren we mee bezig.
Nou, na het eerste kwartaal van 2009, toen kwam echt een man met de hamer en die zei echt kaboom. En ja, we hadden 110 man aan het werk. En ik denk dat er gewoon in 2 maanden tijd dat er gewoon 40, 50 terugkwamen. Nou, als je dan 3 jaar bestaat, 4 jaar, ja, dan heb je nog niet heel veel vet op de botten. Nee. En dat is gewoon lastig moment. En dan ga je wel, weet je, dus dan wordt het ineens van alles weer heel balhalla. Dan sta je ineens met beide benen op de grond. En dan? Dan ben je een vechter dus, of niet? Dan ben ik wel echt een vechter, ja. Wat gebeurt er dan? Wat ben je toen gaan doen? Nou ja, kijk, als je nu achteraf over na denkt, jeetje, hoe heb ik het überhaupt gedaan? Alleen op zo'n moment ga je inderdaad wel gewoon echt vechten. En dan ga je denken van ja, en dan heb je ook heel veel mensen om je heen die... Nou, ik zeg altijd, er zijn heel veel mensen die ongevraagd advies geven. En dan denk je bij, en dan moet je altijd wel echt je eigen weg zien te volgen. Mm. Wat heb ik gedaan? Ik denk, ja, ik heb toch ergens hulp nodig. Niet zozeer financieel, maar gewoon echt wel om me hier doorheen te helpen, zeg maar. En misschien ook wel deels financieel, maar dat was nog niet eens de hoofdmoot. Dus er waren daarvoor natuurlijk heel veel mensen die mij wilden helpen en op mijn bagagedrager mee wilden en mee wilden liften op ons succes. Mm-hmm. Die zeiden op dat moment van, ik ben er niet meer, ik ben niet thuis, mijn deur is dicht. We hadden gewoon echt slechte cijfers, hadden we ook. Zag er ook helemaal niet rooskleurig uit nog als je dat zou voorkasten of wat dan ook. Daar ben ik eigenlijk stug blijven doorgaan. Ondertussen wel gewoon mensen ontslagen. Dus dat heb ik ook allemaal zo. We hebben kantoor Amsterdam en Utrecht zijn we natuurlijk mee gestopt gelijk. Natuurlijk niet doorgezet. Amsterdam hebben we gesloten. Alles naar Den Haag toe gehaald. Hele kantoor gesloten, huur opgezegd. Ja, gewoon alles. Maar dat gaat ook niet zo, maar dat loopt nog een tijdje door. Ja. Toen hebben wij, of dan heb ik in eerste instantie gezegd van, nou, de mensen die terugkomen, ja, die moet ik gaan ontslaan. Ik had toen de tijd natuurlijk een tussenlijn, de managers ertussen zitten, die de kantoren, zeg maar, deden, de units of de slechtste kantoren. Mm-hmm. Toen ik heb gezegd van, nou, ik ga dat gewoon zelf doen. Ik ga zelf de mensen uitleggen waarom ik wil dat we een VSO tekenen, vaststellingsovereenkomst. Mm-hmm. En dan kan je ook echt uit je hart vertellen waarom dat moet. Waarom dat is. Ja. En dat is gewoon, of we gaan met z'n allen kopje onder, of we gaan gewoon snijden. Mm-hmm. En dat was gewoon echt de boodschap. En dat is geen makkelijke tijd geweest. Daar heb ik 2 rondes in gedaan. En nou, ik denk dat echt 95% tot 99% is daar heel positief mee omgegaan. Dus die hebben dat ook gewoon hebben dat begrepen en zijn erin meegaan. Ik denk dat er 1 of 2 waren die de kont in de krip gooiden en daartegen ingingen. Maar dat is natuurlijk in verhouding heel weinig. Ja. Dus dat hielp al. Ondertussen gewoon hadden gelukkig wel het vaste klant. Dus ondertussen kon dat wel een beetje doorgaan. Toen was het ondertussen oktober. En toen dacht ik, ja, ik moet op een gegeven moment ook gewoon in mijn eigen team, wat natuurlijk veel dichterbij zit, mm-hmm, op kantoor, moet ik ook gewoon gaan snijden. Want anders is de overhead ook gewoon veel te groot. En toen heb ik zelfs de dame die echt heel dichtbij mij zat, die een beetje mijn assistent was en die ook de marketing voor ons deed. Ik was naar Frankrijk toe en ik kwam terug en toen dacht ik, ja, ik moet echt wat gaan doen nu. Dat was voor mij een soort sleutelmoment, zeg maar. Ja, want dit was de laatste die je zou willen ontslaan, zeg maar. Die. Ja, sowieso van het team op kantoor, op het hoofdkantoor, vond ik gewoon heel moeilijk. En zeker die dame, zeg maar, ja, als je dan praat over wat zijn belangrijke functies, dan is sales en recruitment is belangrijk, maar ja, marketing en je assistenten zijn toch minder belangrijk, met alle respect. Dus ik kwam terug en toen zat ik met haar en toen zei ze, nou, ik zeg dan dat doen. En toen keek ze me aan. Toen ging ze huilen en toen zei ze, daar zit ik zeker ook bij. Toen zei ik, ja, helaas wel, zeg ik toen. Maar dat is gewoon echt, dat is echt heel moeilijk. Dus en toen heb ik uiteindelijk ook op kantoor een aantal mensen gesneden, zeg maar. Toen bleven we met een vrij klein team bleven over. En eind 2011 is echt pas het moment geweest dat we echt zeiden van zo, we zijn er weer en we kunnen weer verder. Alleen zeker in de beginperiode waren er gewoon heel veel mensen die zeiden tegen mij, joh, trek de stekker eruit en ga gewoon... Gewoon eventjes op je lauweren rusten en over een half jaar of over een jaar ga je gewoon weer ga je er gewoon opnieuw beginnen. Ik bedoel, iedereen kent jou, alle klanten die waren nog bekend met mij. Toen zei ik, ja, maar er staat iets. Ik ben trots op hetgeen wat ik toch wel neer heb gezet tot nu toe. Ook de naam, zeg maar. Ja. En er zijn gewoon 110 mensen ondertussen, een stuk of 50, die wel afhankelijk zijn van ons. Ja. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om op zo'n moment te vluchten eigenlijk. Mm. Dus dat heb ik niet gedaan en dat heeft een aantal jaar geduurd. En dat is echt wel heel moeilijk geweest. Ja. Maar ik denk, ja, dit ga ik me gewoon niet laten gebeuren.
En gelukt uiteindelijk. En dat is gelukt. En wat zijn de lessen die je eruit trekt als je nu terugkijkt? Nou, kijk, ik denk dat je gewoon die dingen moet meemaken om gewoon te leren. Ik denk dat niks vanzelf gaat, niks vlekkeloos gaat. En het enige is wat je op het moment dat er een crisis is, dan... kijk, corona, om daar misschien toch nog een beetje over te hebben, is het ook een soort crisis geweest. Op het moment dat dat gebeurde, dat moment vergeet ik ook nooit meer. Ja, dan heb je wel gelijk dat je denkt... shit, we gaan toch niet weer datzelfde meemaken. Zo'n déjà vu, ja. Ja, we waren net, net verhuisd. We waren twee keer een pand gekocht, twee keer zo groot, alles. En dan 3 maanden later, of 2 maanden later, gebeurde dit natuurlijk. Zondagavond denk ik, nou, het gaat er niet weer gebeuren. Ondertussen had ik wel gewoon mijn directieteam. En toen heb ik wel gelijk gezegd van... ik ben gelijk zeg maar aan dek gegaan, om het zo te zeggen. En heb het roer overgepakt. Mm. En wel gewoon gezegd van, niet gezegd geen paniek, maar wel gewoon gezegd van dit is wat we gaan doen en we gaan het zo doen. Zonder enige twijfel, dus dat heb ik er denk ik wel van geleerd. Ja, van, de ervaring. Ja, gewoon dus niet zo snel dat je daarvan schrikt meer en dat je daar bang van wordt. Nee. Maar gewoon wel het eigenlijk gewoon direct overnemen en zeggen jongens, dit gaan we doen. En meteen in de actiemodus. Gewoon meteen actiemodus en niet over nadenken, niet in paniek en niet met elkaar. En geen zachte heelmeester dus. En zeker geen zachte hulp. Nee. Heb je de marketing assistent nog teruggekregen later? Of? Nou, daar heb ik wel heel veel contact mee gehad. Ja? En die is uiteindelijk ook wel weer een andere weg op gegaan en alles. Dus dat loopt vanzelf natuurlijk wel weer goed. Maar daar heb ik nog echt op heel lang contact mee gehouden, zeg maar. Ja, mooi is dat, hè? Ja, dat is wel heel leuk om dat te zien. Ja. Waardevol. Komende jaren dus, hard groeien, veel racen, nog meer op de agenda? Nou, kijk, de race vind ik leuk. Ik geef ook les op Zandvoort. Voor degene die licentie willen halen. Oh ja? Ja, dus dat vind ik leuk. En het leuke wat ik daaraan vind is dat je ook... Ik vind heel leuk hetgene wat ik zelf kan en wat ik zelf geleerd heb... om dat over te brengen op anderen. En dat vind ik leuk met ondernemers. Dat is ook de reden dat ik natuurlijk de aparte units doe. En dat ik graag wil dat ik jonge mensen daarin kan stimuleren. En dat ik kan zorgen dat ze ook een ondernemer, semi-ondernemer worden, zeg maar. Mm-hmm. En dat heb ik op het circuit ook. Dus ik vind het... Dan zit ik ernaast. Dus ik rij heel af en toe zelf, maar ik zit er met name naast. En probeer ze uit te leggen. Wat ze moeten doen, zeg maar. Dus dat vind ik leuk om te doen. Racen doe ik zelf dan inderdaad ook nog wel. Maar dat is met die dames is ook wel weer met een doel, zeg maar. Mm. En dat is niet zozeer omdat ik nou per se... ik bedoel, ik heb ook niet meer de leeftijd om te zeggen... nou, ik kan de nieuwe Maxime Verstappen worden. Nee. Dat is het ook niet. Nee. Dus het is wel het blijven hobbymatig, zeg maar. Mm. Maar ik rij ook rallies. En dat vind ik, dat doe ik samen met onze financiële man. Onze ook directielid. Een spreadsheet op schoot en rallyen. Ja, maar het is wel leuk. Weet je, wij werken natuurlijk heel veel samen op kantoor. En dan in zo'n rally moet je echt samenwerken. Ja. Dus dan zijn de klassieke autorallies. Ja, ik zag een Ford Mustang voorbij. Ja, we zijn net een week weg geweest. Dan doe je altijd voor een goed doel. Dus ook altijd wel leuk om te doen. Mm. En dan daardoor ga je wel veel beter samenwerken. Mm. Want als je niet kan samenwerken en je gaat dan een week lang 10 uur per dag in een auto zitten. En je moet dan, ik moet dan luisteren, want ik ben de bestuurder en ik moet luisteren naar mijn navigator. En dat gaat hartstikke goed. Dus grappig. Ja, het is echt leuk om te doen. Mag ik jou danken voor dit gesprek, Danielle? Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie Sleutelmomenten die ik maak samen met Centraal Beheer Zakelijk. En als je nou denkt van nou, dat is best een leuk gesprek en dat was het en ik wil nog meer zien, dat kan. Je kan kijken op de playlist op YouTube. Je kan op Spotify kijken bij het Spotify kanaal van 7DTV of uiteraard op het Spotify kanaal van Centraal Beheer Zakelijk. En namens die laatste voor nu, dankjewel voor het kijken of als je hebt geluisterd, dankjewel voor het luisteren. Hoi! We'll be right back.